Nou, er is de afgelopen 4 jaar veel gebeurd op het gebied van sport in Vlaardingen. Te beginnen als het gaat om sportstimulering. We willen mensen graag aan het bewegen helpen. Dat is dan nog ineens gelijk topsport of zo, maar we willen wel graag dat mensen regelmatig bewegen, omdat het gewoon goed is voor je, gezond is voor je. We zien met name bij de jeugd veel kinderen met overgewicht. Nou, dat is iets wat je kan je op 2 manieren bestrijden. 1, in beweging helpen en 2, zorgen voor gezonde voeding. En daar hebben we de afgelopen 4 jaar keihard aan gewerkt met onze JOG-aanpak, jongeren op gezond gewicht. Maar ook als het gaat om ouderen, loopt Vlaardingen achter, vergeleken met de rest van het land, maar ook vergeleken met Schiedam. Ouderen, 55 plus, is gewoon weinig bewegen. Ik wil graag 3 voorbeelden noemen in de sport de afgelopen 4 jaar, waar je ziet dat sport meer is dan alleen presteren op competitieniveau. Je kijkt op duurzaamheid. We hebben veel sportaccommodaties in Vlaardingen waar veel energie verbruikt wordt. En dan zie je dat veel sportverenigingen bezig zijn om die verantwoordelijkheid te nemen, om te kijken hoe zij daar een steentje kunnen bijdragen. Nou, er zijn al heel veel accommodaties al verduurzaamd. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld CWO, waar het hele dak vol is gelegd met zonnepanelen. Ander voorbeeld waar we trots op zijn is JETS, een project waarbij jongeren gaan basketballen, maar daarmee niet alleen basketballen, maar ook weer perspectief krijgen in het leven. Het zijn toch vaak jongeren die van huis uit veel problemen hebben en op die manier toch afleiding krijgen en ook levenslessen krijgen en daardoor weer zien dat ze wel degelijk wat kunnen bereiken in het leven. Het derde is het zwembad. Afgelopen 4 jaar waren financieel zwaar. Vlaardingen stond financieel op de afgrond. Dan zie je dat met name voorzieningen als zwembaden het automatisch zwaar krijgen. Het is veel op hen bezuinigd. En toch is het hen gelukt om met de inzet van met name vrijwilligers en andere creatieve ideeën het zwembad toch open te houden, betaalbaar te houden en nog meer mensen aan het zwemmen te krijgen dan voorheen. En er is de komende 4 jaar nog genoeg te doen op het gebied van sport. Wellicht dat ik dat zelf mag doen weer als wethouder en wellicht een ander als mijn opvolger. Zeker als het gaat om accommodaties. Er zijn veel sportaccommodaties die nog niet optimaal gebruikt worden. Accommodaties die overdag bijvoorbeeld leeg staan. Je moet echt kijken van kunnen we die dan ook op die momenten goed gebruiken. De accommodaties kunnen nog een stuk duurzamer. Dat is nog een enorme slag te slaan. Maar ook als het gaat om meer mensen in beweging te helpen. Dus het accent verplaatsen van sport naar bewegen. En kijken hoe kunnen we dat op meer beleidsterreinen toepassen. Als het gaat om jeugdzorg, als het gaat om ouderen. Kijken hoe we mensen langer gezond oud kunnen laten worden.